Tja, Schils, drie nieuwe spelers bij Cambuur. Jij bent voor ons de grote onbekende. Wie is Matthias Schils als voetballer eigenlijk? Ja, ik begreep dat ik een beetje een onbekende ben. Ik ben natuurlijk afkomstig uit België. Mijn vorige club was Lommel United. En ja, door scouting ben ik hier terechtgekomen. Ja, ik heb al vanaf de eerste training hier gemerkt dat Cambuur een heel mooie club is. Dus ik heb er heel veel zin in. Ja, want wat wist je eigenlijk van Cambuur voor je hierheen kwam? Ik kende de Nederlandse tweede klasse wel een beetje. Ik heb enkele spelers waar ik mee samen gespeeld heb, hebben hier in deze competitie gespeeld. En je kende de club Cambuur natuurlijk ook wel. Is een topclub in tweede klasse in Nederland. En ja, vorig jaar heb ik gezien dat ze de play-offs hebben behaald en dan op het laatste net niet gehaald hebben. Dus op dat vlak kende ik de club Cambuur toch al een klein beetje. Ja, want heb je ook al kennis gemaakt met de fans via filmpjes? Nee, nog niet echt. Er zijn wel een aantal fans die mij een mooi welkomstberichtje hebben gestuurd via Facebook en Instagram. Dus ja, het is altijd leuk als de fans jou welkom heten, want zij zijn uiteraard de ziel van de club, zal ik zeggen. En ik heb al vernomen dat, dat er heel fanatieke supporters zijn hier. Dus, Ja, want jij bent daar voor ons de grote onbekende, ook omdat Brian Smeets en Rosheuvel hier als natuurlijk speelden in deze competitie. Maar als we jou op YouTube opzoeken, dan zitten er een paar schitterende goals tussen. Kunnen de mensen dat ook van jou verwachten hier bij Cambuur? Ja, het is toch wel mijn bedoeling om hier ook mijn ding te laten zien wat ik in België heb gedaan. Ik ben een middenvelder die... Die graag voor doel opduikt en die een goed schot heeft. En dat wil ik hier aan de club toevoegen en er samen een mooi seizoen van maken. Ja, want als ik jou zie op die YouTube-films, dan ben je ook goed in de kleine ruimtes. Is dat ook waarvoor Cambuur jou heeft gehad? Ik denk het wel. Ik heb een goed gesprek gehad met de trainer. En ik weet ook een beetje wat hij van mij verwacht. En dat ligt wel in de lijn met mijn kwaliteiten. Tussen de lijnen spelen, een goede passing. Ik denk dat ik hier goed ga terechtkomen in deze competitie. Ja, want is Cambuur voor jou ook een stap hoger op? Ja, zeker, tuurlijk. Als je weet dat ik met Lommel, mijn vorige club, in België in de eerste amateurliga zou gaan spelen, is dit natuurlijk wel een stevige stap hoger op. En in het begin zal het nog een beetje wennen zijn aan het tempo en zo, maar ik denk dat het op termijn wel zeker goed gaat komen. Ja, en helpt het bij het wennen dat dan hier een oude bekende zit van je? Ja, Jesse Bertrams ken ik natuurlijk vrij goed van afgelopen seizoen. We waren al goede vrienden Lommel United en ik had bij hem natuurlijk ook een beetje geïnformeerd over de werking van de club, de spelers enzovoort. En hij was alleen maar positief en het was een prettig weerzien deze morgen met Jesse. Dus.